Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Robbie Makka is staatshoofd dankbaar voor decoratie. Minister Ramadien wil mass gathering voorkomen bij swapposten. Jeanette Pansa uit Djoumou legt uit over teelt. Suriname gaat onverkort door om buitenlandspolitiek op een professionele wijze uit te dragen. En versterk je immuunsysteem met vitaminerijke voeding. Robbie Makka is per dinsdag 11 januari 2022 ridder in de Ereorde van de Palm. Hij kreeg deze onderscheiding op het presidentieel paleis toegekend. De duizendpoot is president Chandrika Persat Santokhi intens dankbaar voor de decoratie. Hij draagt zijn decoratie op aan een goede economie en een leefbaar klimaat. Een bijzondere eer voor mij om inderdaad hier gedecoreerd te worden door de president van de Republiek Suriname. President namens de diaspora gemeenschap, mijn vrouw, mijn familie. Alvast heel hartelijk dank. Beste mensen, emotioneel moment misschien. Als mijn moeder nog in leven zou zijn, dan zou ze trots zijn. Ik ben weggestuurd vanuit Suriname om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van niet alleen het land Suriname, maar ook de landgenoten die in het buitenland wonen. En dat doet Nasha en ik met onze eigen middelen en met de organisaties welke de president heeft genoemd. Liefst in 4 organisaties ben ik de trekker van, los van waar ik andere bijdrage lever. We proberen dag en nacht de wederzijdse samenleving te dienen met onze stem, met onze middelen, met onze vakanties die we soms ook opofferen. Het is geen moment om daarna te refereren, maar ik ben voor 19 dagen hier in Suriname op dit moment. En straks om 2:30 moet ik het hotel verlaten. Maar ik heb liefst 7 interviews gegeven of talkshows meegedaan met analyse, et cetera, over de economie van Suriname. Los van de inhoud, beste mensen. Het is een missie. Het is een stijl van leven. Het kost soms heel veel energie. Het kost soms heel veel tijd tot in de nachtelijke uren om het MOP te volgen, om wetgeving van de Nationale Assemblée door te nemen, om wat te werken aan speaking points, om te lezen en noem maar op. Wij wonen in Nederland, maar we leven in Suriname, heb ik vaker gebezigd. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je in het land waar je geboren bent, waar mijn ouders gecremeerd zijn, waar mijn moeder vanwege tekort aan medicijnen het leven heeft moeten laten, dat je daardoor de president gewaardeerd wordt op Surinaams grondgebied. Door een president die niet alleen de president is van mij of van mijn vrouw, van de totale diaspora gemeenschap, maar die economie en finance op een manier neerzet, zowel in Dubai als in Schotland of in Brazilië of in New York, op een manier waarbij we met z'n allen, Pandiji, kunnen zeggen, wacht, wacht, zo doet hij het, veelzijdig dat ik ben. Soms zegt Nasje tegen mij, Robbie, ik hoor je praten. Het is jouw gedachte, maar het is een ander stem. Dit is zo mooi om te horen. President, u mag op mijn vertrouwen rekenen, op mijn steun mag u rekenen. Op mijn bijdrage met u rekenen. Maar het belangrijk daarbij hier is dat ik een oproep ook vandaag wil doen om Suriname niet te vergeten. Diaspora gemeenschap, België, Nederland, Aruba, Sint Maarten, waar u ook bent, help Suriname. Draagt u uw bouwstenen aan als het gaat om het goed beleid, als het gaat om prudent economie, als het gaat om diaspora zaken. Daarom ben ik ook blij dat op het kabinet van de president we een adviseur diaspora zaken hebben en we veel meer met diaspora te maken hebben.
Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid geeft in gesprek met de communicatiedienst Suriname aan dat per 10 januari is besloten om de swaptijd te verruimen naar 8 uur. Dit om mass gathering te voorkomen. Verder gaat de bewindsman in op het belang van betrouwbare zelftesten. Hij roept de samenleving op om zich te laten vaccineren. En we hebben een aantal maatregelen getroffen die ik gelijk even wil doorgeven. We hebben bijvoorbeeld gemerkt vanwege de enorme toeloop naar de swapposten dat we het besluit hebben moeten nemen om per gisteren, dus maandag 10 januari, onze swapposten uit te breiden naar 8 uur 's avonds. Dat is bij het BOG, Trop Clinic op Noord en bij het Wanica ziekenhuis. Daar mogen mensen tot 8 uur zich aanmelden om te swabben. Omdat we merken dat er enorme crowding ontstaat. En haast niet iedereen die daar gaat, is inderdaad positief. Dus je kan ook gaan met een griepklacht. Je denkt je hebt COVID, je hebt bijvoorbeeld gewoon influenza. Maar omdat je daar gaat en je op elkaar staat, raak je besmet. Toch? Dus dat moeten we ook voorkomen. We hebben ook er adviezen gegeven met betrekking tot de inzet van sneltesten in thuisverband. U weet dat er heel veel testen worden verkocht bij winkels, bij drogisterijen, et cetera. We hebben gisteren een persbericht gelanceerd waarbij een lijst is aangegeven waar betrouwbaar is, welke merken betrouwbaar zijn. En dat we ieder oproepen die testen willen importeren, dat zij, of aanschaffen, dat zij even kijken naar welke testen precies kopen. Toch? En dat is belangrijk. Los daarvan, een test hebben thuis betekent niet de oplossing alleen. Want de test moet ook goed uitgevoerd worden. En er zijn instructiefilmpjes op YouTube. Wij werken ook aan een instructiefilmpje vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Die we dan ook gaan lanceren. We hebben wel gevraagd, als u een test hebt, maakt u even contact met uw huisarts. En laat de huisarts het voor u uitvoeren, als die het wil. Want natuurlijk, niet iedereen wil en kan. Of is niet meer in staat om het te doen. Maar dat het wel onder supervisie van een huisarts is, dus via een videocall, dat je dus even dat proces begeleidt. We hebben ook daar dus het advies gegeven van, laat dat ook zo gebeuren. En als het positief is, moet de huisarts het resultaat doorgeven aan het BOG. Want datacollectie is enorm belangrijk. De samenleving verwacht data. De samenleving verwacht om elke avond om 10 uur een beeld te hebben van wat. Dus u snapt, met die enorme toeloop, met die druk, dat we toch nog om 10 uur die resultaten willen produceren. Dus we hebben het besluit genomen dat wij vanwege het uitbreiden naar 8 uur 's avonds, dus de swapposten, dat die window van 8 tot 10 te kort is. Dus we gaan vanaf heden de resultaten om 11 uur 's avonds publiceren. Omdat dan het BOG en de overige plekken de ruimte krijgen om die data te verwerken. We hebben ook een enorme uitdaging met betrekking tot onze testvoorraad, testcapaciteit. Wij hebben nog heel weinig testen over, maar we kunnen op zo'n vroegst denk ik dat wij aanstaande vrijdag onze testen binnen hebben. En dat wij inderdaad weer volop gaan kunnen testen. Dus we hopen dat goed gaat. En dat wij in ieder oproepen vanuit de overheid, vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Ja, de Mohana is de eerste stap die je moet plegen. Zijn de basisfactoren, basisvoorwaarden die er zijn om niet besmet te raken. Dus je mondkap op, je handen blijven wassen en afstand te houden. Als je die drie zaken in acht neemt, dan ben je alvast een stap verder. Het tweede is, als je klachten hebt, moet je niet wachten. Zo, heb je klachten, wacht niet. Stem af met je huisarts. Je hoeft niet eens met je huisarts af te stemmen als dat niet kan. U kunt zich gewoon naar een van de swapposten begeven om geswapt te worden. Alleen door te testen kun je weten als je isolatie moet. Als je naar de swappost gaat, vergeet je mondmasker niet. Dat is het belangrijkste. Want je bent mogelijk besmet en je kan daardoor het virus overdragen. Als je nog niet gevaccineerd bent, hebben wij nu nog genoeg vaccins in voorraad. Als je gevaccineerd bent, probeer ook de boostershot te nemen. Dus we geven de adviezen. We geven de mensen de ruimte. U kunt vaccineren bij BOG, bij het zorghotel. U kunt vaccineren bij Trop Clinic, bij Wanica ziekenhuis, bij de RGD Polyklinica. Op de website van CDS, op de website van Volksgezondheid BOG is er een lijst. Per dag waar en hoe laat vaccins worden toegediend en welke vaccins.
Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking geeft aan dat Suriname onverkort doorgaat om de buitenlandse politiek op een professionele wijze uit te dragen. De bewindsman zegt dat Suriname centraal staat bij het uitdragen van de buitenlandse politiek. Het buitenlands beleid moet volgens de minister voorspelbaar zijn en gebaseerd op analyse. We gaan voort om onze buitenlandse politiek op een professionele manier uit te dragen. Dat betekent dat we dus af gaan ronden de verschillende missies die bemensd moeten worden. We hebben 18 diplomatieke missies die we moeten bemensen. We zijn nu al bij de derde, maar binnenkort gaat het in een sneltreinvaart gebeuren. Voor eind maart zijn alle missies weer bemensd met goede mensen. We gaan productie terugkrijgen van hun en ze gaan hunzelf terugverdienen. We gaan het traject van professionalisering op het ministerie voortzetten. Want eind 2024 moeten we in staat zijn te zeggen dat we een professionele buitenlandse politiek hebben. Dat voorspelbaar is, dat gebaseerd is op analyse, dat ook het kader heeft dat het kan uitdragen. Want dat is wat je nodig hebt. Als eerste kijkt men naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Wij zijn de poort tot de wereld, maar wij zijn ook de ingang van de wereld naar Suriname toe. En dat moet op een professionele, eigenlijk bijna apolitieke manier worden gedaan. En ik wil dat ook benadrukken, dit ministerie werkt niet met de politiek in de hand, de partijpolitiek. We zijn professioneel, we zorgen ervoor dat het land centraal staat. Dat zeg ik ook aan elke diplomaat. Het maakt me niet uit van welke politieke huis je komt. Wanneer je wordt uitgestuurd, dan heb je maar één taak en dat is Suriname uitdragen. En ik hoop dat dat ook voor iedereen een beetje gaat gelden in het land. Want dan ga je zien dat we met z'n allen een betere toekomst hebben. Het gaat enorm veel aandacht vestigen op Suriname. De president zal spreekbuis zijn van de Caribische gemeenschap. Er zijn verschillende belangrijke ontmoetingen, zoals de G20 in Bali. Indonesië, die zal worden gehouden. We weten inmiddels dat de president uitgenodigd zal worden om daar aanwezig te zijn. Dan ben je onderdeel van de wereldpolitiek. En dit is precies wat we nodig hebben. Niet aandacht te trekken op een negatieve manier, maar op een mooie, positieve manier waarbij je een stukje visie uitdraagt, met nieuwe dingen komt, met nieuwe ideeën komt. Maar ook in staat bent de visie die er is, goed uit te dragen. Er zijn bepaalde zorggebieden voor CARICOM. Bijvoorbeeld op een stuk van op welke wijze worden landen gecategoriseerd. Op dit moment heeft Suriname daar veel nadelen van ondervonden. Wij worden gecategoriseerd als een middeninkomen land, terwijl we eigenlijk dat niet zijn. Als je kijkt naar een schuldenvraagstuk, zijn we eigenlijk een laaginkomen land. Maar omdat we gecategoriseerd zijn als een middeninkomen land, vallen we buiten de boot met heel wat voorzieningen. Financiële voorzieningen. En dat heeft ook een beetje geleid tot vertraging voor betreft de afronding van IMF-onderhandelingen. Maar dit zijn zaken die we gaan moeten presenteren op het wereldpodium om ervoor te zorgen dat de grotere landen in G20-verband nieuwe voorzieningen gaan treffen voor deze categorie landen. Dat is maar één aspect. Maar we hebben ook te maken met COVID-19. We hebben ook te maken met de herstart van onze economie in een post-COVID-19 periode. We gaan blijven leven met COVID, maar hoe gaat die economie eruit zien? Hoe gaat die samenleving eruit zien? We hebben te maken met de klimaatverandering en de commitments die zijn gemaakt in Schotland. Dus al deze dingen gaan terugkomen in de wereld. En dan hebben we nog te maken met internationale conflicten die er zijn. Niet dat Suriname of het Caribisch gebied daar veel invloed op kan hebben, maar men gaat wel verwachten dat je een visie hebt of dat je een mening hebt. Nou, dit zijn de dingen die gaan gebeuren, komen in de periode van de president, waar hij een stukje visie en boodschap moet gaan uitdragen namens de 15 CARICOM-landen. Bij de samenvloeiing van de Piquin Rio en Gran Rio in het boven Suriname, oftewel Samaka-gebied, ligt het authentieke, traditionele dorp Djoumou. Jeanette Pansa maakt deel uit van de lokale gemeenschap en gaat in op de teelt van hooglandrijst. Pansa praat overwegend Saramakkaans om de materie goed uit te kunnen leggen. Hooglandrijst is een goed alternatief voor commerciële rijstbouw, gezien de steeds veranderende klimatologische omstandigheden en internationale ontwikkelingen.
Het telen van hooglandrijs is een decennialange traditie bij de Marrons in Suriname. Deze rijssoort en aardvruchten vormen de voornaamste voedselbron in het achterland. Als er iets is dat in deze turbulente coronatijden extra aandacht verdient, dan is het wel de lichamelijke weerstand. Het is van belang uzelf genoeg nachtrust te gunnen en gezonde voeding te nuttigen. Geef jouw natuurlijke weerstand een boost door vitaminerijke voedingsmiddelen zoals fruit en groenten in te nemen. Ook iedere dag een stukje lopen is op zich voldoende. U kunt uw natuurlijke weerstand enkel in topvorm krijgen met een algemeen gezonde eet- en leefgewoonte. Wij zeggen wel eens dat er in een gezond lichaam een gezonde geest huist. Echter, een gezond lichaam huisvest ook een sterk immuunsysteem. Voorkom COVID door ook de hygiënevoorschriften in acht te nemen. Zet uw mondkap op, was regelmatig uw handen en hou afstand. En vergeet vooral niet om uw prikje te halen. Makandra, we can fit atakrusiki COVID-19. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot morgen.